Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een Naked shoplog. Ja, ik heb eens voor het eerst sinds hele lange tijd iets besteld bij Naked. Ik zie dat het heel vaak voorbij komen bij influencer. En ik had zoiets van, nou, ik ga het ook een keer bestellen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Dus blijf lekker zitten en laten we beginnen. Het eerste ding wat ik heb besteld is iets zwarts. Ja, geen idee wat het is eigenlijk. Oh ja, ik weet het alweer. Bij Naked waren ze heel erg, of daar zijn ze heel erg bezig met experimenteren. Allemaal tops met allemaal andere vormen. Dus mouwloos bij de schouder. Hier heb ik bijvoorbeeld ook iets. Hoodie volgens mij. Met één mouw. Ja, ik begrijp het niet helemaal. Volgens mij wordt die zo. Of zit ik nou... Nee, in ieder geval zo'n body. Oh, ik zie het al. De rug is dan ook een beetje bloot. Ja, weet je, ik moet dit gewoon eventjes aantrekken. Want ik kan het niet zo laten zien. Het is helemaal moeilijk. Dus ja, ik ga deze even aantrekken. Ik heb even mijn haar vastgemaakt, want er zit iets geinigs. Namelijk een bloot... Oh, er hangt dat kaartje er weer voor. Hier, kijk. Een blote rug. Geinig, hè? Ja, ik zeg wel geinig, maar ik moet eventjes het op me in laten werken. Ik vind het wel... Leuk, omdat het gewoon zo anders is dan dat je bent gewend van een top als dit. Ja, ik denk dus wel dat ik hem voel. Ik ga hem gewoon houden, weet je. Helemaal leuk. Het volgende, dat is deze jurk. En dit is een witte jurk met allemaal ja, soort bloemetjes erin. Die mouwen zijn ook wat breder en dan aan de onderkant ze heel leuk wat strakker met van die knoopjes. En dit is hoe de jurk er voor de rest zo uitziet. Gewoon... Helemaal cute. Dus ik dacht, nou, dit is hartstikke schattig als je een keer een, ik wilde zeggen een feestje hebt. Maar dat kan natuurlijk niet eens. Oh, dat is wel heel erg. Maar, mochten we in de toekomst weer feestjes mogen hebben, bruiloften en partijen, dan kom ik aan in dit jurkje. Ja, voor nu draag ik hem eventjes in de woonkamer. Ik ga hem aantrekken. Zo, en het jurkje als ik het aan heb. Ik vind het een leuk jurkje. Ik deed hem aan en ik denk, oeh, dit wordt iets te strak. Maar je moet er eventjes een soort van doorheen of zo. Dan zit hij echt heel lekker. Leuk zeg, dit ding. En dan, ik zie het helemaal voor me dan als er weer een leuk feestje is. Een tuinfeestje met een paar leuke sleehakken eronder. Of iets anders kan natuurlijk ook. Oh, geweldig. Met een leuk klutsch. Ja, heel leuk. En die mouwen, dat het dan zo een beetje poft. Ach, super leuk. Kijk, dit is toch geweldig. Ja, en dan dit is ook wel wat meer open. Ja hoor. Ik voel hem helemaal. Ik ben zo klaar voor de zomer. Of nee, dit is misschien ook meer een lentejurk. Ik weet het niet. Maar ja, ik ben gewoon helemaal klaar voor zon. Laat de zon maar komen. En het volgende item is een wit vestje. En het is zo'n omslagvestje. Je hebt hier wel van die touwen of zo. Zo noem ik het maar even. Dan kan je hem zo leuk omwikkelen. Dus vond ik helemaal leuk voor in de lente. Want ja, onze lente is vaak nog wisselend. Het kan heel koud zijn of heel warm. Dus ik dacht van nou, ik heb in ieder geval een leuk wit omslagvestje. Dan weet je, ben ik wel helemaal de lente vibes. Daar kom ik weer met het woord vibes. I like it. Dus weet je, ik ga eventjes aantrekken. Nou, en het vestje als ik het aan heb. Ik vind dit heel erg leuk. Ja, dit is precies die lente vibe die ik in mijn hoofd had. Ja, dit is helemaal gezellig. Ja hoor, ook met die strik zo. En dat hij dan een heel klein beetje krop is. Ja, je ziet gewoon een heel klein beetje buik. Vind ik ook leuk. En dan op zo'n broek en dan met van die witte alstars eronder. Ja, ik ben helemaal daar. Ik heb een outfit ontdekt hoor. Yes. Heel leuk. Het zit ook zo lekker strak. Het is zeg maar wel warm. Maar het is niet zo'n lompe grote trui. Want meestal als je iets warms hebt is het vaak wat groter. Maar dit is dus echt ja, erg leuk. Leuk, een beetje een diepere deco. Vind ik ook erg geweldig. Dus ja hoor, dit is weer een keeper. Een blijver. We gaan verder. En het volgende ding. Ik moet weer even kijken wat de bovenkant is. Want ik weet van voor en achter niet meer wat is. Ik ben echt serieus. Ik heb geen idee. Is het ook een... Dit is volgens mij ook een top. Met één schouder, zeg maar. En die moet je dan ook weer ergens omwikkelen of zo. Ja, ik vind het allemaal erg lastig hoor. Dit is ook weer zo'n ding wat ik volgens mij aan moet zien. Ik heb deze in een medium. Ik zeg het eigenlijk elke video, maar ik heb altijd een medium met alles. Behalve broeken, dan heb ik vaak een L. Dus dan weet je dat, want ik wil nog wel eens vergeten te vermelden welke maat ik iets heb. Maar ik heb altijd medium.
Dus nou, ik ga eventjes uitzoeken hoe dit aan moet en het nou ja, aantrekken. Alright, en het volgende topje als ik het aan heb. Bij deze vind ik het erg heftig. Want ik ben gewend als ik kleding draag dat ik het even af en toe naar beneden trek. Maar als je het hier naar beneden trekt, dan, kijk, dit hier heel wijd. Dus het kan zomaar dat je even naar beneden trekt en je denkt, nou, ik trek het even goed. En dan kan het of hier openvallen of, oh ja, daar ga ik al bijna hier zo. Ik vind hem wel leuk, want ik vind het heel leuk dat je dan zeg maar hier dat extra koordje hebt hier. En al die gekke vormen weer, weet je wel. Ja, vind ik erg, erg leuk. Maar doet voor mijn eigen veiligheid dat ik hem wel terug ga sturen. En ja, volgende top is weer zo'n parel. Even kijken hoor. Oh, een heel klein lapje stof dit. Oh, kijk, ik snap hem. Dit is dan ook met eens een schouder. En dan is dit de achterkant met twee van die dunnere bandjes. Oeh, leuk dit. Ook ben benieuwd. Nou, ik ga hem ook weer eventjes aantrekken. Zo, en het volgende shirtje als ik het aan heb. Deze is ook weer zoals al die andere erg bloot. Het is weinig stof. Maar ik moet zeggen dat ik hem ook echt heel erg leuk vind. Deze is tenminste wel wat... ja, wat stabieler, zeg maar. En het volgende item is eventjes ja, iets weer warms. Ik weet niet of ik deze dan nodig heb de komende tijd. Maar ja, ik zei het al. Lente kan of heel koud zijn of heel warm. Ik weet het niet. Dus ik heb hier een fluffy jas. Zo'n teddycoat. Een korte. En met een lekkere hoge kraag. Ja, dat ik eigenlijk een paar weken eerder moet hebben toen het zo sneeuwde. Maar ja. En ik vind die knopen ook heel leuk die erop zitten. Kijk dan. Van die bruine knopen, dat zit dan overal. Oh, dit is ook weer zo heerlijk zacht. Dus deze. Nou, ik ga hem eventjes aantrekken over die zwarte top. Dan kan je even zien hoe die aanstaat. Maar wacht, er is meer. Ik heb namelijk ook schoenen. Dus die pak ik eventjes uit. En dan kunnen we die ook eventjes leuk erbij aantrekken tot een leuke outfit. En dit zijn de schoenen. De welbekende Chelsea boots. Volgens mij, dit noem je volgens mij zo. Hoe leuk. Ik heb ze dus ook al gisteren binnengekregen van het merk. Volgens mij Omoda. Ik weet het niet meer. Maar ik heb gisteren dus ook een paar besteld. Of nou, die zijn gisteren binnengekomen. En dat zijn precies dezelfde, maar dan in het crème. Nee ja, beige, wit, crème-achtig. Dus nu heb ik ze ook in het zwart. Erg leuk. Dus ik ga dit zo eventjes aantrekken als een gezellige outfit. Ja, heel gezellig. En dan de teddycoat als ik hem aan heb. Ja, dat zit gewoon heerlijk. Precies zoals verwacht, zo zit hij. En daar heb ik ook de laarzen aangetrokken. Nou, ze zitten gewoon goed. Ik heb dus een maat 39 en deze zijn ook in maat 39. Dus dat is gewoon helemaal goed. Ja, deze outfit is wel een beetje heftig op deze broek. Ik weet ook niet waar je deze schoenen beter bij kan dragen. Nou ja, ik vind het erg lastig. Ik ga het teddyjasje wel houden. Die schoenen weet ik nog niet zeker. Want ik weet niet zo goed hoe je dit nou moet stylen. Want onder deze broek vind ik het echt lelijk. Maar misschien ligt het aan mij hoor. Maar ja, waar draag je dit dan op? Goed, dit was hem dan weer mijn Naked Shoplog. Laat me eventjes in de comments weten van welk merk ik de volgende keer een shoplog moet doen. En ja, dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!